Het is 15 uur geworden. Goedenamiddag, Kortemark. Welkom hier op dit zomerse festijn voor de eerste keer. Het Voetdruk Festival. We gaan overschakelen naar ons podium, want onze eerste gast van deze namiddag is aangekomen. En we gaan daarvoor over naar Mike van Wever. Welkom Mike. Ja, dankjewel. Inderdaad, hè. Kortemark zomert gewoon verder. Er zijn wel wat onschuldige wolkjes, maar verder van de rest kunnen we alleen maar zeggen dat het hoog zomer is. Bij mij zit inderdaad onze eerste gast voor van namiddag. En dat is Sammy Mooi. Dag Sammy, goeie namiddag. Gegroet, hallo. Sammy, al ooit in Kortemark geweest? Nee, dat is de eerste keer eigenlijk. Ja. Maar dat is een stukje West-Vlaanderen die je leert ontdekken dan met andere woorden. Ja, echt. En ik vind het heel, heel gezellig, moet eerlijk zeggen. Ik vind het pleintje, ik vind het, ja. Ik kwam hier aan en ik zei van, dat staat me hier wel aan. Ja, leuk, echt super, ja, echt super wel, gezellig. Mooi. Goed, zeg Sammy, laat ons dus misschien een klein beetje terugkeren in de geschiedenis. Als klein Sammyke, was er toen ook al muziek van, ooit sprake van muziek tenminste? Wel, als klein manneke eigenlijk, ik weet wel dat ik de beste was voor te zingen in school. Dat weet ik nog heel goed, maar uiteindelijk, ik heb er eigenlijk nooit niks mee gedaan. Ja. Ik zal het zo zeggen. Ja. Ik zal misschien heel even kort samenvatten, ja, hoe dat eigenlijk de bal aan het rollen gegaan is. Een viertal jaar geleden, mm-hmm, heb ik eigenlijk een vriend van vroeger tegengekomen eigenlijk, van in ons jeugd. Ja. Maar ik heb die 30 jaar niet meer gezien, die jongen. En iemand zei tegen mij, Sammy, je hebt daar een keer op een trouwfeest een fantastisch optreden gegeven. En waarom ga je een keer niet naar een gymnase? Je moet daar een keer heen gaan. Ik zeg, een gym? Ik zeg, ah, dat is die van vroeger. Ik zeg, misschien is een goede gedacht. En ik heb die 6 of 7 keren moeten bellen, maar die pakte zijn telefoon nooit niet op voor mij. En hij stuurde me wandelen. Dat is een geschoolde, klassieke pianist eigenlijk. Ja, ja. En die had ook al heel veel artiesten bij hem gehad, maar ja, hij is ook nooit niet content zo. Mm-hmm. Dat is een beetje precies. En maar eigenlijk voor van mijn gezaag vanaf te zijn, heb ik dan toch een keer mogen komen. En hij begon gewoon met zijn piano iets te spelen, ja, heel rustig. Ja. En ik weet niet meer welk nummer dat was, ik kende het. En ik begon gewoon mee te zingen. En een minuut erachter stopte hij. Hij zegt, doe nog eens even verder. En we hebben dat liedje gezongen. Ja. En hij stopte en hij zei tegen mij, Sammy, dat is de stem waar ik eigenlijk al jaren naar op zoek ben. Dat is het. En ik wil echt met u iets doen, zei hij. Ja. Ik ga van u een artiest maken. Ik zeg, een artiest? Ja. En ja, we hebben eigenlijk een liedje gemaakt. Mm-hmm. Het allereerste nummer dat we gemaakt hebben. Maar we kenden niks van heel die wereld. Ja, ja, echt niet, want ja, dat was gewoon just for fun. Mm-hmm. En mensen hoorden dan, die zeiden, amai, dat is keigoed. Ja. Gaat dan mee naar de radio? Ik zeg, nou, naar radio? Ik zeg, welke radio? Waar moeten we? En ik dacht in mijn eigen, ah ja, Radio 2, dat is in Brussel. Toen wisten we natuurlijk niet dat dat heel hoog gegrepen was. Dat was de enige radio wat ik eigenlijk op die moment kende. Dus ja, wel naar Brussel gelijk is twee niets nutten eigenlijk. Ja, ja, met zo'n onnozelse deken in ons hand, je kent dat. En we kwamen daaraan bij Luc Terrein. We hebben een liedje gemaakt. Wil je daar eens aan luisteren? Ja. Hij zegt, wie zeg jij? Ik ben Sammy. En hij luisterde. Hij zegt, ik laat u iets weten volgende week. Ja. En hij belde, proficiat, je bent erbij. En heel die bal was gewoon aan het rollen, zonder dat we dat eigenlijk beseften. 2 weken daarachter, al die andere radio's kwamen naar ons af. Van, zeg, wie zeg jij? En kun jij ons dat nummertje doorsturen? En dat is eigenlijk zo begonnen. En effectief, dan had de gym eigenlijk mij ingeschreven, zonder dat ik het wist, ben komen eten. Ja. Dus ik heb eigenlijk, dat was ook een verrassing, want dat was echt niet mijn bedoeling. Maar ja, dat was ingeschreven dus. Voilà, dus ja. hij had dat geregeld, oké. Ik kan wel koken. Mm-hmm. Maar heel toevallig zat ik samen in dezelfde groep met Marina Walli toen. Ja. En ja, ik vond dat ook wel, eigenlijk is dat succes een klein beetje gegroeid. Ik vind dat heel jammer. We hebben die opnames bij die Walli thuis in zijn huis. Ja, ja. Maar hij zat toen in een home. Mm-hmm. En 2 weken na de opnames is Eddie Walli overleden. Ja. Dat had zoveel media-aandacht eigenlijk. En ja, VT4 heeft gezegd, ja, het is nu of nooit. En, ja, en wij zijn gewoon iedereen voorbijgestoken. Ze hebben dan al die beelden eigenlijk afgewerkt. Gemaakt, ja. En ja, wij zijn gewoon eigenlijk dan direct uitgezonden geweest. En dat had zoveel media-aandacht. Voor Eddie Walli natuurlijk. Ja, dat was in zijn huis. Ik liep daar met die kleren rond. Ja, en iedereen wist wie dat Sammy Moor was op die moment. Ja. En ja, en zo is het begonnen. Ik heb dan een liedje gemaakt voor Marina Walli. We hebben daarmee op de Gentse feesten gestaan, op Sint-Baafsplein. Een ode aan Eddie Walli hebben we daar ook gedaan. En ja, en van het ene stander verder gekomen dat we nu ons 14e eigen nummer eigenlijk juist hebben klaargemaakt eigenlijk. Ja. En dat is La Fiesta. En
dat is een succes. Een zomerhit aan het worden is echt eigenlijk. Waar, het is echt ongelooflijk. Je zegt het zelf, Sammy, en daarvoor bewonder ik jou ook. Je bent een van de weinige artiesten die de nummers zelf maakt. Ja, absoluut. Ja, en ik denk ook dat dat eigenlijk mijn succes is. Ja. Dus we maken onze muziek allemaal zelf. We hebben ondertussen 14 eigen nummers geschreven. Ja, ja. En ik ben daar heel, heel fier op, want daar maken we eigenlijk het verschil. Zoals ik altijd zeg, je mocht zien wie dat het ook is. Het zijn altijd maar covers. Ja. Het is natuurlijk altijd veel gemakkelijker om een cover te maken. Ja. Het is herkenbaar. Mm-hmm. Iedereen kent direct de refrein of de melodie. Iedereen kan het meezingen. Ja. Bij mij is dat niet zo. Maar toch is maar, dit ja, mijn toch succes. Wel. Als je een paar keer het nummer hebt gehoord, zing je absoluut. Ook mee. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus. En ja, ik ben daar wel heel fier op eigenlijk. Ja. Maar ook dankzij mijn maat Jim Nijs. Ja. Ja, wel eens een twee handen eigenlijk op één buik. Ja, ja. Want dus, Jim is inderdaad ook iemand die direct akkoord was om jou uit te nodigen hier in Kortemar. Dus het is een fantastische manier. Voilà, waarschijnlijk. Nee, Sammy, het is vakantie natuurlijk, hè. Zomer en dergelijke meer. Ja, ik durf het bijna niet vragen, maar hoe druk is die zomer voor jou? Ja, die zomer is heel, heel druk voor mij. Hè. Dus optredens, ja. Ik ben momenteel zelfs, ik zei het daar juist, ik ben heel moe. Ja. En, maar ik sta op automatische piloot en ik moet doorgaan. Hè. Ja. Dus, want ja, dit zingen is eigenlijk, ja, is eigenlijk maar een bijkomstigheid. Mag ik dat zo zeggen voor jou? Ja, eigenlijk, het is een bijkomstigheid, maar nu eigenlijk ook niet meer. Omdat het was nooit de bedoeling om een artiest te worden. Ja. Maar het is gewoon gekomen zonder dat we erachter gevraagd hebben. Ja, ja, ja. En ja, ik heb nu een van de grootste managers van het land, Gino Moerman. Dat is ook de man die Christophe Groot gemaakt heeft en alles. Dus ik ben daar heel fier op. Ja. Omdat als zo iemand gelooft in een artiest, ja, dat streelt een beetje mijn ego. Ja, tuurlijk. Dus ja. Maar ja, dat geeft me eigenlijk gewoon de kracht om vollediger voor te gaan. Ja. Ik heb een eigen zaak ook. Met ik ging het bijna zeggen, ja, een eigen zaak. Absoluut. Zijn daar gelijkenissen in, denk je? Of helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Ik zorg voor de verwarming, maar het is warm genoeg nu. Ja, nee, het is warm. Geen verwarming nodig momenteel. Nee, ik heb een kachelzaak en groothandel in speksteenkachels. En oh ja, dat ook centrale nog verwarming en familiebedrijf eigenlijk. Ja, ja. Ja. Af, hè. Ik durf het toch wel vragen, vakantie zit er dus bij jou deze keer helemaal niet in? Nee, helemaal niet. Ik ben momenteel op vakantie in Kortemark. Ja, dat we een klein beetje vakantie mogen zijn. Maar hoe ziet een ideale vakantie voor jou uit, Sammy? Wel, een ideale vakantie voor mij, om eerlijk te zijn, ik ben vroeger altijd een man geweest van het volk, nog altijd. Mm-hmm. Maar vroeger als ik op vakantie wou, dan wou ik altijd tussen de mensen zitten. Ja. Dus overal waar dat feesten zijn en lawaai en muziek en party en dansen en springen. En ik ben helemaal veranderd. Ik zit overal alleen maar in het geluid, in het lawaai, in de feesten, in alles. Ja. Heel leuk. Maar ik heb er momenteel ben ik helemaal vol van dat feesten. Ja. En als ik nu op vakantie ga, dan wil ik echt rust. Niemand gelooft dat die mij al jaren kent. Ja. Maar het is dus echt waar. Ik geniet er gewoon van. Echt gewoon ergens heel rustig. Ja. En ja, iets lekker eten natuurlijk. Ja, natuurlijk. We zijn Vlamingen natuurlijk. Absoluut. Dus, zo is het. Zeg, Sammy, iets anders. Ja, je bent inderdaad bezig aan die weg aan het timmeren voor een artiest. Als artiest tenminste. Ja, platforms zoals MenTV, lokale radio. Hoe hoog schat je dat dan in? Welke waarde geeft dat voor jou? Zoals? Ment en lokale Ment, radio en dergelijke. Ja, dat zijn de mensen waar dat wij eigenlijk moeten van leven. Hè. Samen met fans natuurlijk, maar zoals jullie. Ja, jullie brengen ons product tot bij de eindklant, als eindklant, ik het zo mag. Ja, op een zakelijke manier mag uitleggen. Nu, ik ben ook alle radio's ook heel, heel erg dankbaar. En daarom ook dat ik hier sta. Mm. Omdat, ja, zonder jullie mag ik maken wat ik wil. Maar als jullie het niet bij de mensen brengen, dan blijf ik alleen maar onder mijn douche zingen. Hè. Ja, inderdaad. Dus, daarom dat ik met heel veel plezier hier bij jullie ook kom. Al best dat je van onder die douche gekomen bent om te zingen, want de nummers zijn natuurlijk fantastisch. Dank je wel. Er is La Fiesta. Vertel eens over dat nummer. Want ik stel me soms de vraag, waar haal je dan de inspiratie om een nummer te schrijven? Zeg maar? Ja, wel, La Fiesta bijvoorbeeld, dat is ontstaan omdat, ja, ik zeg het, we maken allemaal eigen nummers. En La Fiesta, nu, ik hou enorm van Spanje, dus als ik ga ooit nog naar Spanje wonen, dan meen ik het. Ah ja, toch? Ja, ja, absoluut. En La Fiesta, ik zie alleen maar een zomersnummer met Zuiderse invloeden. Mm-hmm. Dat is voor mij zomers. Ja. Je kunt dat ook op een andere manier, maar voor mij persoonlijk, al die geluiden die je daarin hoort, al die instrumenten, die trompetten,
We hadden het nummer helemaal zelf gemaakt. Het is echt een salsa-nummer. Mm-hmm. Dat is iets heel anders dan dat wij normaal altijd doen. Want, ja, ik zeg dat niet graag van mijn eigen, maar ik durf echt wel alle stijlen aan. Ja. En die uitdaging vind ik altijd heel leuk om te laten zien. Wij kunnen alles. Ja. Begrijp dat? Ja, ja, ja. Dus totaal een keer iets anders. Ik zeg, Sim, kom aan. Ik wil dat en we gaan een keer dat. En ik wil een hele vette trompetsolo erin. Dat hebben we gedaan. Dus we hadden een demo gemaakt. Ja. En ik liet het aan mijn manager horen. En Gino die zei, Sammy, deze is een fantastisch nummer. Dat moet een zomerhit worden. Mm-hmm. Hij zegt, maar nu moet je naar mij luisteren. En dit moet een productie worden, uw beste ooit. Ja. Ik zeg, ja, wat bedoel je daarmee? We gaan dat laten produceren. Uh-huh. Dus door Patrick. En Patrick, dat is eigenlijk de producer van Belle Perez. Ja. Dus die maakt al die muziek allemaal in die genre. Ja, ja. Dus hij is ook de specialist in al die instrumenten en die genre. En we zijn daarmee naar hem gegaan. Ja, en die mens, die belde ons 2 dagen later en die zei tegen ons, want ik verschoot daarvan, dat was weer al een compliment om u te zeggen. Hij zegt, mannen, wat dat geil hier gemaakt hebt, dat is een oorworm. Ik krijg dat gewoon uit mijn kop niet uit en dat blijft hangen zo. Hè. Wat de bedoeling en, is. Ja, absoluut. En ja, die heeft dan gewoon die afwerking buitengewoon magnifiek. Ja. Dus dat is ook mijn duurste productie ooit. Maar mijn manager zei ook, Sam, alles op alles. Je hebt een fantastisch product, dus nu moeten investeren in dat. Ja. Maar het begint ook, echt waar. Want ik zeg het, in Spanje wordt het al heel veel gedraaid. Ja, ja. Torremolinos in Benidorm heb ik in de week nog een mail gekregen ook. En daar lopen het ook ongelooflijk in. Bij de Hollanders en bij de Belgen, je weet al. Dat is altijd feest op een dijk. En daar wordt het al heel, heel veel gedraaid. Ja, het was ook een succes trouwens bij de opnames afgelopen maandag bij Mens. Ja, enorm. Ja. Heb je het gezien? Ja, ik heb het inderdaad gezien. Dus, ja, ze hebben mij ook nog komen feliciteren daar. En ja, ik vond het wel heel leuk ook. Ja. En de dansers ook, dat zijn inderdaad, echte Cubanen, echte salsa-dansers. Ik vond dat... Het plaatje klopte, ik zal het zo zeggen. Het klopte, hè? Ja, en wel, ik vond het ook. Ja. Ja. Zeg, Sammy, is er nog zoiets in jouw carrière waar je zegt van, verdorie, ja, dat zou ik nog graag eens wel eens meemaken of doen? Ja, weet je, als artiest, ja, ik ben eigenlijk heel blij tot waar ik nu ben. Mm-hmm. Want eigenlijk moeten we eerlijk zijn, we zijn nog geen 4 jaar bezig. Ja. En ik sta daar eigenlijk al tussen al die grote artiesten. Ik heb heel veel optredens, maar te danken aan jullie, maar ook aan mijn fans. Ik heb een fanclub van beide 1200 leden. Een fanclub die nog geen jaar geleden is opgericht. Ja, bovenaan, dus. Dus, maar ik heb ook een fantastische crew buiten gymnase. Lieve Hellings, een vrouw die werkt dag en nacht voor mij. Ja. Ja, die geloofde in mij. Dat was eigenlijk een klant. Ik had daar een chauffageketel aan verkocht. Voilà, kijk. Ja, dat meen ik echt waar. En die hoorde en die wist dat ik wel met muziek bezig was. En die stond helemaal achter mij. Ja, en die werkt dag en nacht voor mij. Dus we zijn heel, heel professioneel ook bezig. Ja. Dus wat dat betreft, mijn droom is eigenlijk uitgekomen. Ja. Als ik het heel eerlijk mag zeggen. Ja, je wilt altijd meer en meer en meer. Uiteraard. Maar ik ben heel, heel blij tot waar ik nu ben gekomen. Ja. En ja, mag misschien nog wel een beetje meer. Maar ik ben wel heel gelukkig momenteel. Dat horen we graag. Ja, dat absoluut. Horen we graag. Zeg, Sammy, je gaat ook een paar nummers brengen voor ons deze namiddag. Waarvoor ik je nu al heel hartelijk dank wil zeggen. Dat is heel zeggen. Graag gedaan. Vertel eens, welke nummers gaan we horen? Wel, ik ga eigenlijk Hou Me Vast. Dat is een nummer dat ik zelf geschreven heb. Dat heeft een hele sentimentele uitleg en dat gevoel is er gewoon voor mij. Ik heb het eigenlijk geschreven voor mijn vrouw. Ja. Omdat, zoals ik jou zei, ik was niet, of het was niet de intentie om een artiest te worden. Ja, 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 ja. Ik ben een zakenman, ik heb een bedrijf, ik werk heel hard in mijn zaak, maar ik ben 's avonds wel altijd thuis. Ja. En zonder dat we het beseften, is het eigenlijk een succes geworden, de muziek. En het was heel, heel moeilijk in mijn relatie. En we hebben een heel moeilijke periode achter de rug. En ik heb dat nummer volledig voor haar geschreven. Ja. Ik heb er 3 weken op nummer 1 mee gestaan, tot zelfs in Nederland toe. Het is zo'n succes. En ja, iedereen is er nog altijd gek van, Hou Me Vast ook. Ja. En dan het andere nummer, Samen Zijn, ja, dat is de boel. Ja, je breekt los dan. Ja, inderdaad. Dus dat is een herbewerking dat we hebben gemaakt. Ja, ja. En ja, ook een heel, heel tof nummer kan eigenlijk Samen Zijn. En La Fiesta natuurlijk. En La Fiesta, absoluut. Ja. Dus 3 topnummers breng jij hier in Korte Markt vandaag. Met veel Zou plezier. Zeggen, the stage is yours. Dankjewel. Gebruik ze. En wij gaan luisteren en kijken naar jou natuurlijk.
dames en heren, hier in Kortemark en ook thuis op de radio voor u, Sammy Moore, alsjeblieft. Dank u wel. Eerst klaar, dus mag ik de muziek starten? Stevig vast,
zonder jou is alles stil en grauw. Ik weet het liefste, ik heb je pijn gedaan. Maar weet zeker, ik laat je nooit meer gaan. Hou me stevig vast en laat me nooit meer gaan. Want ik ben verloren zonder jou. Hou me stevig vast, want ik ben nog steeds verliefd. Ook al denk je soms van niet. Leven door dicht bij elkaar te zijn.
een applausje, Korte Mark, voor Sammy Moore. Dankjewel, Sammy. Straks komt jouw collega Danny Diego hier ook nog langs, dus die ken je vast wel natuurlijk. Ik ga je laten rusten. Nogmaals, mijn hartelijke dank om jouw komst hier en heel graag tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel, Sammy Moore. Goed, dus straks nog een ander interviewtje met ook alweer een andere artiest, Danny Diego, die komt eraan. Maar eerst nog een klein beetje muziek uit onze technische ruimte. Ja, we gaan inderdaad nog voor een beetje muziek zorgen. We hebben hier inderdaad wel wat klaarstaan. We gaan een beetje, er lopen ook heel wat kleine kinderen rond die ook daar in de kinderhoek, want we hebben hier 1000 vierkante meter aan springkastelen staan. Onder andere ook een viskraam en zo meer. En speciaal voor die kleinere kinderen gaan we een liedje gaan draaien van K3. En dat doen we met de Disco Oma. Daar gaan we naar gaan luisteren hier bij Radio Meteor live op Koekelaren hier. Koekelaren tegen Korte Mark liever. En ook op de radio op 105 en 105.8 FM.